denk dat ten eerste Solvency 2 en IFRS zitten in het hart van onze dienstverlening. Als we kijken naar waar onze klanten mee kampen, dat zijn met name deze vraagstukken. De toenemende complexiteit, en met name op actuarieel gebied, ja, dat triggert ons als bureau. Wij willen graag, en dat hebben we in het verleden ook altijd gedaan, toegevoegde waarde leveren aan verzekeraars, met name op het tactische implementatievlak. En dat is precies waar het hier gaat knellen. Er komt een enorme complexiteit over de markt heen. En juist een toenemende behoefte aan consultancybureaus die een pragmatische insteek kennen, weten hoe de concepten werken, maar nog veel belangrijker, goed in staat zijn om dat gedegen te implementeren. Zodat er geen verrassingen ontstaan en met name ook dat er een stuk kennisborging gaat ontstaan binnen de interne organisaties. Want het komt er allemaal bij, hè? Solvency 2 in 2016 en straks ook IFRS. En met dit seminar willen wij in ieder geval ook laten zien dat dat wij als actuarieel bureau ook heel goed in staat zijn om verzekeraars te helpen met concepten als IFRS 4 fase 2. Wat Tim ook aangaf, Solvency 2 en IFRS hebben verschillende doelstellingen. Hè? IFRS met name resultaatbepaling en verantwoording. Solvency 2 echt een solvency raamwerk. Los daarvan zijn de balansen op zichzelf heel vergelijkbaar op het eerste gezicht. De eerste gedachte was ook altijd dat Solvency 2 en IFRS een grote mate van paralleliteit zouden vertonen. Echter, de verschillen zijn best groot. Nou, zoals je ziet op de plaat is er aan de assetkant wordt hier weinig aandacht aan gegeven. We focussen hier vooral op de liability kant, dus de verplichtingen. Je ziet zowel in de toekomstige IFRS als op de Solvency 2 balans een best estimate liability tevoorschijn komen. Dat is dan de contante waarde van die verwachte kaststromen. Bij Solvency 2 komt daar bovenop een risk margin. Die lijkt vergelijkbaar met de risk adjustment onder IFRS. Daarnaast blijft er een stukje, zowel in Solvency 2 als in IFRS, een stuk vermogen over. Het grootste verschil tussen Solvency 2 en IFRS is de contractual service margin, oftewel de CSM. Daar zitten de toekomstige winsten opgesloten die je in de loop van de duur van de contracten mag laten vrijvallen.